Ja, eindelijk. Ik denk dat wij er echt hebben naar uitgekeken om die eerste competitiewedstrijd te hebben. We hebben vanaf 23 juni zijn we begonnen aan de voorbereiding. Ondertussen 2 maanden ver. Met vroege bekeruitschakeling, spijtig genoeg, hebben we eigenlijk heel lang moeten wachten op onze eerste officiële wedstrijd. En als je die dan thuis winnend kunt afsluiten, dan is het ondanks het feit dat je het laatste kwartier nog jezelf moeilijk maakt, moet je met een positief gevoel naar de tweede wedstrijd toe gaan. Ja, de eerste helft was één richting voetbal. En begin van die tweede helft zag je het, gelijk 2 golen. En dan was het eigenlijk op een zetel. Ja, ik zeg, het is geduld hebben, want ze spelen vrij verdedigend in de eerste helft. We krijgen toch met de individuele klasse van Saglam met zijn snelheid een penalty die dan wordt omgezet. 1-0 de rust in, eerste 10 minuten na de rust heel goed. Saglam die 2 keer alleen voor de keeper staat, moet eigenlijk allebei maken. Maar goed, we komen met de goal van Karadai op 3-0. En dan moeten we eigenlijk met de leeftijd en met de volwassenheid die we in de groep hebben, daar ben ik zeker van, moet die wedstrijd dood zijn. En dan krijg je toch op stilstaande fase de tweede tegen. En ik zeg, in de laatste minuut krijgen ze nog een corner waarin alles nog kan. Dus dan mocht je jezelf kwalijk nemen dat je het nog moeilijk maakt. Maar toch, positief gevoel, daar wil ik mee eindigen. Ja, Tiene is een stugge ploeg, hè? En zeker voor jullie was Tiene eigenlijk ja, het kwade beest een beetje. Ja, vorig jaar wel, maar ik zeg, vorig jaar is in het verleden. Ik zeg, er zijn nieuwe jongens bijgekomen, Korsje, Strandson, Jeune, een paar jonge jongens. We hebben een nieuw systeem, we hebben heel veel goede wil, heel veel goede instellingen in de groep, heel veel kwaliteit. En ik denk dat dit jaar is het een jaar waarin we veel ambitie hebben, waarin we elke thuiswedstrijd willen winnen. En op verplaatsing gaan we onze vel heel duur verkopen. Dus ik zeg, ik zie het met een positief gevoel tegemoet, ja.